Goedemiddag, welkom bij dit webinar Goed op weg uit de BAIS. Mijn naam is Anneliese de Ruiter en ik ben van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit webinar is een onderdeel van een reeks webinars rond mensen met een lichtverstandelijke beperking. En vooral bedoeld voor mensen die bij gemeenten werken. Maar vandaag zijn er gelukkig ook veel mensen die werken in de strafrechtketen, bij justitieorganisaties en bij zorgorganisaties. En dat vind ik heel fijn en belangrijk, want het gaat vandaag om verbinden. We organiseren deze webinars met IVOSA, de VNG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De volgende webinar is op 9 oktober. Die zal gaan over begrijpelijke communicatie. En nog een huishoudelijke mededeling voor wie het interessant vindt. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent een rapport uitgebracht over werk en onderwijs met de titel Meedoen gaat niet vanzelf. Dit rapport is te vinden op de site van het SCP. Vandaag kunt u vragen stellen, meedoen met dit webinar in de chat. Waarschijnlijk zullen we niet alle vragen kunnen beantwoorden tijdens dit webinar. Dat doen we dan na afloop via de mail. Vanmiddag gaat het dus over goed op weg uit de BAIS. Collega's uit het land vertellen jullie en nemen jullie mee in hun ervaringen op dit onderwerp. En ze gaan graag met jullie daarover in gesprek. Ik geef jullie dan graag het woord aan Lucie de Jong. En ik wens jullie heel veel plezier en inspiratie vanmiddag. Dankjewel, Anneliese. Ik zal me nog even voorstellen. Mijn naam is Lucie de Jong. Ik werk als staffunctionaris voor de ketensamenwerking bij het dienst justitiële inrichtingen, ook wel DJI genoemd, voor Noord-Nederland. En aan deze regio's zijn 3 PI's verbonden. De PI Veenhuizen, Leeuwarden en Ter Apel. Wij houden ons met name bezig met reïntegratie en nazorg en de verbinding tussen de PI's en de diverse ketenpartners. Het is een fantastische baan die ik samen met Monique Dijkstra van Noord-Nederland mag doen. En in de PI werken ook allemaal mensen die zich bezighouden met het hele detentie- en reïntegratieproces. Maar de ketenpartners hebben daar heel hard bij nodig. Samenwerken en het wiel niet opnieuw uitvinden, dat vinden wij heel belangrijk. Want we kunnen het namelijk niet alleen. En de gemeenten zijn wat dat betreft onze belangrijkste partner. De gedetineerden komen tenslotte uit de gemeente en keren ook terug naar de gemeente. Bij de gemeente Leeuwarden ben ik aangesloten bij de ontwikkelingen rondom beleid en aandacht voor mensen met een lichtverstandelijke beperking en zodoende ook hier terechtgekomen. Ik denk misschien is het leuk om er een beetje in te komen ook voor jullie. Ik heb een aantal vragen en dan kunnen jullie in het chat gaan beantwoorden. Ik ben heel benieuwd. Dus als jullie de vraag 1 voor mij open kunnen gooien, dan word ik daar blij van. En de eerste vraag is hoeveel gedetineerden verlaten de penitentiaire inrichting per jaar? Zijn dat 20.000, 30.000 of 40.000? Nou, de antwoorden komen binnen, volgens mij. Ja. Wij zien op het scherm ook de antwoorden. Dus ik ben wel heel benieuwd. We hebben nog niet allemaal. Dus beste mensen, vul in wat je denkt wat het is. En de uitstroomcijfers kunnen jullie ook terugvinden op de site van DJI. Als je op Google DJI uitstroomcijfers zet, dan kun je het van elke gemeente terugvinden. Ik zal jullie het antwoord geven. En ik moet zeggen, jullie hebben het wel heel goed gedaan, want het antwoord is 30.000. In 2019 stroomden bijvoorbeeld naar Rotterdam uit 2120 mensen, Arnhem 398, Den Bosch 215, Apeldoorn 192. En Heerde 14. Nou, zo kun je dat van heel Nederland terugzoeken. En dan gaan we nu naar vraag 2. Vraag 2 is hoeveel procent van de gedetineerden zit korter dan 3 maanden?
komt eraan, de vraag. Zo, één iemand heeft geantwoord. Er zijn al meer. Ja. Is het 53%, 63% of 73%? Nou, ik moet zeggen, dat is met jullie kennis wel heel goed gesteld. Ik dacht dat het een best een lastige vraag was. Maar het is inderdaad 73%. Maximaal 2 weken is 26%. En 2 weken tot 3 maanden 47%. En dan kom je op 73%. Een groot gedeelte van de gedetineerden die zit dus kort in detentie. En het is belangrijk dat in een vroeg stadium contact wordt gelegd met betrokken ketenpartners. Buiten de PI met de medewerkers van de PI. Over en weer. Detentie is tijdelijk, want iemand komt van buiten maar keert daar ook weer terug. Dan gaan we nu naar vraag 3. Vraag 3 is, hoeveel gedetineerden hebben een licht verstandelijke beperking? Is dat 25%, 35% of 45%? In heel Nederland zijn meer dan 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. En dat is gemiddeld genomen 16%. Ik probeer jullie een beetje informatie te verstrekken. Een beetje op het verkeerde been te zetten misschien. Maar ik kan jullie zeggen, het antwoord is ook nu door de meeste mensen goed geraden. Het is 45%. DJI is een van de organisaties uit de strafrechtketen waar LVB sterk vertegenwoordigd is. En daar horen onder andere ook bij de reclassering, politie, openbaar ministerie, rechtspraak. Raad voor de Kinderbescherming. En vanuit de landelijke visie is het streven om samen met alle organisaties uit de strafrechtketen LVB-proof te zijn. Hier wordt heel hard aan gewerkt. En we proberen door de juiste begeleiding en behandeling te organiseren, de recidive ook te verlagen. Naast dat mensen met een LVB sneller in de criminaliteit belanden, is er ook grote kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Vaak is er ook sprake van problemen op meerdere gebieden. Zoals psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, schulden, dakloosheid of geen goed sociaal netwerk. Dat maakt het lastig. In de PI zijn we met heel veel zaken heel hard aan de slag op het gebied van detentie en reïntegratie. En daar gebeurt ook heel veel. En een aantal mensen zullen weten wat daar gebeurt. Maar voor de mensen die dat niet weten. Veel disciplines hebben een bijdrage. En ik licht daar even een paar dingen uit. Dat is onder andere wat we dan bijvoorbeeld doen in een PI. In elke PI is momenteel een centrale intake. De centrale intake vindt plaats in een vroeg stadium. En dat is met name ook belangrijk. Omdat er veel mensen kortdurend aanwezig zijn in de PI. En daar wordt bijvoorbeeld gescreend ook op een aantal aandachtsgebieden. Dat is bijvoorbeeld, heeft iemand een ideebewijs? Heeft iemand werk en of inkomen? Is er huisvesting? Hebben mensen schulden? Hoe is de zorg georganiseerd? Moet de zorg georganiseerd worden? En ook op het gebied van slachtofferbewust herstelgericht werken. Maar ook op het gebied van het sociaal netwerk. Dat brengen met diverse disciplines wordt het in kaart gebracht. Ook kan de skill afgenomen worden. De skill is geschikt om snel te screenen op een mogelijke lichtverstandelijke beperking. De skill is een korte screeningslijst die in 9 van de 10 gevallen een LVB correct voorspelt. Elke PI heeft ook een EZV. Een EZV is een extra zorgvoorziening. Dat is een kleinere afdeling over het algemeen in een PI waar mensen geplaatst worden die extra zorg nodig hebben. Elke PI heeft ook een reïntegratiecentrum. Een reïntegratiecentrum is een plek waar gedetineerden praktische zaken kunnen regelen voor na detentie. Nou, en op diverse plekken in het land zijn lokale initiatieven. En om ze allemaal te noemen, dat wordt een beetje veel. Maar wat ik wel heel mooi vond, wat bijvoorbeeld in PI Zaanstad gebeurt,
op de afdeling in het penitentiair psychiatrisch centrum. Daar is een speciale afdeling voor, waar gedetineerden met een lichtverstandelijke beperking verblijven. En daar is ook extra ingezet op scholing en ontwikkeling van de medewerkers. DJI werkt samen met diverse ketenpartners. In het bestuurlijk akkoord, dat op 1 juli 2019 is afgesloten, zijn afspraken gemaakt tussen DJI, de dienst justitiële inrichtingen dus, reclassering en gemeenten, om nou samen te werken aan een succesvolle terugkeer. Vaak is bij de reclassering en of de gemeente meer bekend, bijvoorbeeld ook via sociaal wijkteam, of iemand een lichtverstandelijke beperking heeft. Het samen optrekken en delen van informatie voor de juiste begeleiding en vervolg is van belang om recidive te verminderen. Zo krijgt de gedetineerde de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen en maken we samen met elkaar de maatschappij een stukje veiliger. Gedetineerden hebben over het algemeen moeite om hun leven weer op een rails te krijgen. Bij LVB is dat nog complexer. We kunnen het niet alleen. En in de volgende presentaties zullen jullie nog prachtige praktijkvoorbeelden zien en horen. Dankjewel voor jullie aandacht. Misschien zijn er nog vragen. Willen we even kijken? Ik zal wel weg. Of in de chat mensen misschien nog prangende vragen aan jou hebben. Even kijken hoor, er wordt nu wat met ons meegekeken. We zijn op zoek naar de vragen. We gaan naar boven, de echo. Een beetje naar beneden, want ik zag net inderdaad wel een vraag over de skill volgens mij. Geen standaard skill inzet. En hoe is dat percentage bepaald? Dan gaat het waarschijnlijk over het percentage in detentie, 45% in detentie. Klopt, ja. Dat is uit onderzoek gebleken. Dat is uit onderzoek gebleken. Dat het voor ongeveer 45% is. Rick die zegt, er wordt eerst een skill afgenomen. Als hieruit een vermoeden van LVB komt, dan neemt de psycholoog een grotere LVB-test af. En hiermee wordt bepaald of iemand wel of niet heeft. Ja, dat is dan... Dat is een mogelijkheid, want het is een screeningsinstrument, ja. Skill. En het is, voor diagnostiek is dat, moet er wel andere testen en onderzoeken plaatsvinden. Ja, dus dan een professionals. Ja. Ja. De jeugdreclassering, ja. Daar durf ik niet iets over te zeggen. Ik ben zelf van de dienst justitiële inrichtingen. Maar die vraag kunnen we meenemen, dan kom je daar op een later tijdstip op terug. Ja. En nog een hele mooie vraag. Waar kun je de afspraken met DJI, reclassering en gemeente teruglezen? Dat staat in het bestuurlijk akkoord 2019. Als je dat inklopt in Google, dan kun je dat vinden. En anders mogen jullie mij mailen. De contactgegevens komen straks na afloop beschikbaar. Dan is er nog een vraag. Heeft DJI voldoende geschoold personeel om LVB te ondersteunen? Daar zijn we heel hard mee aan het werk. De ene afdeling, locatie, daar zijn meer mensen getraind en op andere locaties minder. Maar het is wel iets wat heel erg in ontwikkeling is, waar we wel heel hard mee bezig zijn. Dus een hele goede vraag. Ja, en ik zie nog een opmerking over de handreiking bestuurlijk akkoord. Dus inderdaad, naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord is er ook een handreiking met de uitwerking ervan gemaakt. En die is ook vindbaar. Maar we kunnen ook, als we de link met de uitzending van dit webinar sturen via de mail, kunnen we ook nog wat bestanden erbij doen. Dus daar zullen we nog even naar kijken. Nou, dankjewel allemaal. En de volgende sprekers, veel succes gewenst. Goedemiddag, welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik zal mezelf voorstellen, ik ben Manasse Roos, werkzaam voor gemeente Rotterdam als specialist detentie en reïntegratie. En als het goed is, is mijn collega vanuit het kantoor ook aanwezig. Die zien jullie nu in beeld. Stel je maar voor. Hallo, goeiedag. Ik ben Ione Mirjam. Ik ben specialist detentie en reïntegratie in het team van Manasse. En samen met in totaal 6 specialisten buigen wij ons over de detentie, over de Rotterdamse gedetineerden. En
de vorige sprekers zeiden het al, het zijn er ongeveer 21 of ruim 2100. En van die 2100 mensen krijgen wij een detentiemelding binnen. En buigen wij ons ook over de persoon van de gedetineerde. En proberen wij een beeld te krijgen van hem op de leeftijd, de huisvesting, inkomen, dagbesteding, identiteitsbewijs, schulden, netwerk, zorg en justitie. En de instrumenten die wij daarvoor gebruiken, dat zijn de registratiesystemen van onze Rotterdamse collega's. En zo krijgen wij een beetje een beeld van die persoon op die leefgebieden. En op basis van die screening door het systeem hebben wij ook een beetje een beeld van de gedetineerde. Of gemeentelijke ondersteuning gewenst is, geïndiceerd is of al in gang is gezet. En met deze informatie in ons achterhoofd gaan wij naar de PI om af te stemmen met de medewerkers vanuit de PI en te spreken met de gedetineerden. Ik kom later in deze presentatie kom ik weer even in beeld om te kijken welke vragen er zijn en of we die al direct kunnen beantwoorden. Terug naar jou, Manas. Nou, dan ben ik weer. Ik wil eerst even beginnen met een korte casus. Om even misschien wat duidelijker te scheppen van over waar hebben we het nu precies over. En ik noem even de casus van Steve, een willekeuriger. Onlangs is hij opgepakt in verband met een straatroof. En hoe komt hij dan zover? Nou, eigenlijk Steve, altijd op school gezeten. Dat ging al niet zo lekker. Vaak wat ruzie met een docent. Kwam afspraken niet na, heeft uiteindelijk ook zijn school niet afgemaakt. Dus geen startkwalificatie om uiteindelijk aan het werk te gaan. Heeft wel geprobeerd, maar ook dat was weinig succesvol. Waardoor hij geen inkomen had en uiteindelijk wel geld moest hebben. Hij heeft natuurlijk wel getracht om bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan te vragen. Maar ook bij de loketten van de gemeente liep het niet altijd even soepel. Waardoor het hem uiteindelijk ook niet is gelukt om een bijstandsuitkering voor elkaar te krijgen. Maar ja, hij wordt 18, moet zijn zorgverzekering betalen. Dat doet hij ook niet. Komen wat schulden. Bijvoorbeeld vanwege zijn telefoonrekening. Dus ja, de schulden stapelen zich op. Hij heeft geen inkomen. Heeft wel een netwerk. Vooral de jongens van de straat waar hij dan wat meer contacten mee heeft. En binnen die groep doet hij het wel goed. Stoere jongen. Mooie babbel. Juist diegene uit de groep die even wel dingen durft. Vergeleken de anderen. Maar ook wel beïnvloedbaar is voor door de vrienden die hij heeft. Nou, dat resulteert uiteindelijk in wat vaker in wat crimineel gedrag. En uiteindelijk dat impulsieve delict. Door zomaar eens een keer een gouden ketting van iemands nek te stelen. En uiteindelijk binnen te zitten in de detentie vanwege deze straatroof. Nou, dit is even iets wat misschien past op een LVB'er. En waar wij eigenlijk naartoe willen in de toekomst is bijvoorbeeld 2023. Dat juist deze doelgroep, deze LVB-doelgroep, dat we die tijdig op kunnen sporen. Tijdig kunnen benaderen in detentie en ook na detentie die juist een nazorg kunnen bieden. Waardoor dit soort zaken niet vaker gebeuren of in ieder geval afnemen. Want we merken momenteel, detentie is zwaar. Je komt vrij, je moet je zien te reïntegreren, je moet weer aan het werk. Maar je hebt misschien weer schulden of kan niet zo makkelijk werken. Je hebt geen inkomen, problemen rondom huisvesting. En juist voor deze doelgroep is het lastig om dan na detentie je zaken weer op orde te gaan krijgen. Met alle risico's van die. De kans is groot dat uiteindelijk weer iemand terugvalt in crimineel gedrag. Nou, daar zit die jongen niet op te wachten, maar wij uiteraard ook niet. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om tijdig in detentie al aan de slag te gaan met deze doelgroep. Om daar wat zaken op te starten om de nazorg zo goed mogelijk in orde te maken. En de reïntegratie te verbeteren. Met uiteindelijk weer het doel om minder recidieven te verminderen. En wat minder problemen in de samenleving te hebben. Ik geef op zoek naar mijn sheet. Oh, dit was dus het plaatje van Steve. Gelijk even naar de volgende. Nou, wat doen wij dan zo? Wat ik al zei, we willen mensen zo snel mogelijk spreken. En in detentie al op gaan zoeken. Nou, jullie zien hier een aantal plaatjes van gevangenissen in de regio van Rotterdam. Nou, wij, wat Ione net ook al zei, zijn werkzaam in de gevangenissen in de regio.
maar hebben ook contact met de gevangenissen in de rest van het land. Zoals Lucie net al aangaf, iemand komt in detentie en wordt al vrij snel gescreend door een case manager. Een case manager kan je een beetje zien als een maatschappelijk werker, maar dan in de gevangenis. Nou, wij onderhouden nauw contact met deze case managers. En ik ben dus dan zelf werkzaam in de SCHI. En hoe jullie het kunnen zien is dat wij daar eigenlijk elke week contact hebben met de case manager over welke nieuwe gedetineerden zijn er binnengekomen. Welke problematiek ligt er, welke informatie hebben wij, welke informatie heeft de gevangenis en eventueel ook de reclassering. En vanuit dat bestuurlijk akkoord, waar we wel blij mee zijn, is er nu komen er dadelijk ook steeds meer mogelijkheden om deze informatie te delen en de problematiek snel helder te krijgen. Nou, in het geval van Steve, nou, die is ook binnengekomen in de SCHI, gesproken door de case manager. En die komt er al vrij snel achter van, nou, hij is wat ongemotiveerd. Begrijpt het misschien ook niet helemaal en nou, er zijn toch wel twijfels, plus er zijn een hoop zaken die opgepakt moeten worden na zijn detentie. Nou, dan stemmen we dat met elkaar af en in zo'n overleg komen dan ook vaak wel komt de skill dan ook vaak wel aan de orde. Nou, zoals net werd uitgelegd is een skill een belangrijk instrument om te bepalen of er een vermoeden is van LVB. Voor ons is dat vanuit de gemeente ook erg belangrijk, omdat volgens mij net stelde iemand ook al de vraag, wordt er dan verder onderzoek gedaan? Maar wij kunnen eigenlijk aan de hand van die skill en de uitslag daarvan, kunnen wij al bepalen of er zorg ingeschakeld moet worden gericht op deze LVB-problematiek. Nou, dat is bij Steve wordt dat dan ook afgenomen. Er komt een uitslag uit en die bepaalt dan uiteindelijk van, nou, er is inderdaad een vermoeden van LVB. Nou, dan gaan wij uiteindelijk na dat gesprek met de case manager, gaan wij in gesprek met de cliënt. Aan de hand van onze biasbabbel. Nou, de bek natuurlijk altijd wel lekker, maar dat is eigenlijk wel de gesprekken zoals wij die voeren met de gedetineerden. Nou, jullie zien hier zelf deze praatplaat. Die nemen we dan ook mee tijdens het gesprek. Het idee van deze praatplaats is het, ja, om zo duidelijk mogelijk te maken aan de gedetineerden van hey, waar gaat het gesprek over? Wat ik net al zei, dus vermoeden van LVB. Dus we moeten dat gesprek wel op een iets andere manier aangaan dan ik het gesprek met u voer. Ja, soms moet ik dingen wat duidelijker uitleggen. We hebben icoontjes die ook wat meer duidelijkheid geven. Nou, je ziet bijvoorbeeld een dakje voor huisvesting, een eurotje als het gaat om geld. Dus op die manier proberen we alle leefgebieden van, in dit geval Steve, door te gaan. En te kijken van waar ligt nou de problematiek? En kunnen we daarop aansluiten of niet? En hoe gaan we dat oppakken? In het geval van Steve, hij heeft een detentie en komt daarna vrij zonder reclasseringstoezicht. In dit geval, dan is het vooral voor de gemeente heel erg belangrijk om de juiste zaken uit te gaan zetten. In zijn geval de schulden die er liggen. Hij heeft misschien moeite om aan het werk te komen of de contacten te leggen met de gemeentelijke loketten. Dus daarin kunnen wij hem ondersteunen en toeleiden naar de zorginstantie. Nou, daar zijn er verschillende van in regio Rotterdam. Maar wij maken bijvoorbeeld gebruik van Humanitas Homerun. Die ook in de PI werkzaam zijn, ook hem kunnen spreken. En direct eigenlijk na zijn detentie met hem aan de slag kunnen gaan. Zodat hij na detentie niet eigenlijk weer in het diepe valt met alle problemen van die. Maar gelijk wordt opgepakt, desnoods aan de hand wordt genomen naar een loket. Of andere zorg die hij nodig heeft, bijvoorbeeld bij zijn schulden. Om nog even terug te komen op de biasbubble, ik heb een speedbriefje. Wat we soms ook wel gebruiken is een soort animatiefilmpje. Die ook nog eens uitlegt wat wij nou precies doen. Om op die manier eigenlijk nog helderder te krijgen voor een gedetineerde wat wij nou precies doen. Tot slot ook wel van belang dat als iemand uiteindelijk vrij komt, wij niet direct stoppen. Dus we hebben contacten met de gedetineerde in detentie, maar volgen diegene ook nog tot een half jaar of een jaar na zijn detentie. In dit geval zou bijvoorbeeld Humanitas Homerun het overnemen, maar wij houden dat wel in de gaten. Eventueel hebben we nog steeds contact met de gedetineerden. En waar nodig sturen we bij of zetten we andere zorg in. Maar leggen we ook weer de contacten met bijvoorbeeld afdeling inkomen van de gemeente. Omdat bijvoorbeeld een aanvraag niet altijd even soepel verloopt. Nou, en wij hier en daar toch tegen een deur kunnen trappen en dingen voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dan zijn we al bij de laatste sheet van mijn presentatie in ieder geval.
Ja, er zijn wel verschillende initiatieven binnen gemeente Rotterdam en dat is heel erg goed. LVB komt steeds meer op de kaart. Het is natuurlijk wel een bekend onderwerp, maar we merken toch dat wij ook daar wel steeds meer onze aandacht voor geven, maar daar nog steeds in kunnen verbeteren. Zo'n baaiersbabbel is een begin. En inderdaad het optrekken met gedetineerden na detentie ook. Maar onze wethouder die geeft ook steeds meer aandacht aan het LVB-problematiek. Dus er ligt een plan van aanpak. Plan kijk op LVB heet dat aanpak. En dat is eigenlijk voor elke afdeling binnen de gemeente. Daar zorgt dat plan ervoor om meer bewustwording te krijgen en aan te sluiten op deze doelgroep. Omdat ze vanuit detentie natuurlijk een hoop problemen hebben, maar ook op ander vlak. Verder wordt er gewerkt aan een quickscan om het bewustzijn vooral bij het personeel meer duidelijk te krijgen. Wat is nou LVB? Waar moet ik op letten? Hoe kan ik nou inschatten of er überhaupt sprake is van LVB? Om zo eigenlijk miscommunicatie met de klant te voorkomen. Nou, ik ben er redelijk snel doorheen, merk ik. Ione, heb jij nog aanvullingen op wat ik zojuist heb verteld? Ik heb niet zozeer aanvullingen op wat jij hebt verteld, Manasse, maar ik lees een beetje mee met de vragen die binnenkomen. En een vraag die ik terug zie komen is het betrekken van het informele netwerk van deze LVB'er, van deze gedetineerden. Manasse zei het net al, wij voeren de baan. En dat is dan onze kennismaking met de gedetineerde in de inrichting. En verkennen met hem zijn leven op een aantal leefgebieden. En daar is netwerk er ook een van. En naar dat netwerk kijken wij en onderzoeken daar de steunende contacten. En proberen daar dan samen met hem ook wel om die te bestendigen. En het kan dan ook zijn dat wij die van buiten ook naar binnen op elkaar proberen aan te haken om ervoor te zorgen dat een goede reïntegratie in ieder geval geborgd is. En ik zie een paar vragen terugkomen over de skill. Die wordt in principe bij elke gedetineerde afgenomen. En of hij daaraan mee wil werken uiteraard. Maar bij ons in de regio wordt die aangeboden aan elke gedetineerde, dus niet per se als er een vermoeden is, maar hij wordt gewoon aangeboden, kijken of ze daar aan mee willen werken en worden ze dus geskilled. Ik zie hier ook nog een vraag terugkomen over in welk stadium er contact is met de reclassering. En Manasse heeft het net ook al gehad, erover gehad, in de gemeente Rotterdam werken wij samen op locatie. En dat betekent dat wij de inrichting bezoeken. En samen met de reclassering en met DJI, de case manager, kleuren wij het plaatje van de gedetineerde. En dan kijken we wie er aan zet is om verder te gaan in dit traject. En wie er het beste bij aansluit. En de enige is dat de reclassering, omdat zij nou eenmaal moeten gaan rapporteren of een toezicht moeten uitvoeren. En als dat niet het geval is, dan kunnen wij dat zijn. En dan schakelen wij de WMO daarvoor in. Even kijken of ik nog snel mee kan lezen. Hoeveel gemeenten in Nederland hebben een detentie- en reïntegratieafdeling? In principe heeft elke gemeente in Nederland een afdeling nazorg voor hun ex-gedetineerden. En we hoorden net al bij de vorige sprekers dat één gemeente, ze noemden het net, ik kan even niet bedenken welke het ook alweer was, er waren 14 detentiemeldingen. Geweest in het jaar. En maar ook die gemeente heeft een gemeentelijke collega die belast is met de nazorg aan de ex-gedetineerden. Even kijken of ik nog meer. Heeft elke gemeente een gemeentelijke nazorgcoördinator? Ja, dat hebben ze. En dat waren volgens mij zo'n beetje de vragen in grote lijnen, want ze verdwijnen weer uit mijn beeld.
Nee, maar dat was het voor mij met vragen. Nou, misschien is het goed om tot slot nog even aan te geven dat mensen na afloop worden onze contactgegevens ook kenbaar gemaakt. Dus neem gerust contact op en dan kunnen we altijd nog met elkaar verder in gesprek. Nu komen twee andere collega's, dus die wens ik succes met jullie presentatie. Goedendag. Goedemiddag. Mijn naam is Rashid Lemefta. Dit is mijn collega Yusuf Ouaisha. Wij gaan jullie meenemen in onze methodiek, onze werkwijze van Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. Ik zal deze er even bij pakken. Dus ik ons even kort introduceren. We zijn een vrijwilligersorganisatie gericht op ex-gedetineerde jongeren in de leeftijdsgroep van 17 tot 27 jaar. We richten ons voornamelijk op niet-westerse jongeren. Die worden gekoppeld aan een maatje. We beginnen al in de PI, eigenlijk soortgelijk zoals mijn collega van de gemeente Rotterdam zojuist had aangegeven. Bezoeken wij hun al in de PI. Dat zijn idealiter is dat de laatste 3 tot 6 maanden van detentie. En dan proberen wij de leefgebieden al in kaart te brengen. Dat doen we veelal met vrijwilligers, dan wel stagiaires. Even kijken. Dus de gedetineerden worden 1 keer in de 2 weken worden ze bezocht. De vrijwilligers hebben een relatief kleine caseload. Dat is een caseload van rond de 6 tot 8 jongeren. Juist om de begeleiding zo intensief mogelijk te houden. Uit ervaring loopt de begeleiding nog door voor een periode van 9 tot 12 maanden na detentie. Nu gaat Yusuf iets vertellen over. Ja, dat is super belangrijk. Het traject op maat. We zien gewoon dat heel veel jongens vrijkomen met een blauwe vuilniszak. Want dat verhaal kennen we allemaal. Vaak zien we bij de jongens waar het snel misgaat. Dus het recidivecijfer of het recidieve gevaar hoog is. Maar die worden opgehaald door vrienden die al in het milieu zitten. Nou, wij bieden heel vaak aan om zelf de jongens op te halen. Dus dan komen we ze ophalen en dan brengen we ze gelijk naar de desbetreffende gemeente. Want dat is vaak de link die ontbreekt. Nou, we zijn blij dat de gemeente Rotterdam op die manier werkt. Want dat die manier werkt ook. Dat je intensief contact onderhoudt tijdens detentie. En ze meeneemt begeleid tot een jaar na detentie. Want werk zoeken is voor heel veel mensen al lastig. Helemaal met een LVB. Dus daar moeten we gewoon rekening mee houden. Dat het veel langer duurt dan een regulier traject. Nou, zoals vele organisaties richten wij ons op de reguliere leefgebieden. Dat is wonen, werk, opleiding, financiën en vrije tijdsbesteding. Wij richten ons specifiek op 2 belangrijke elementen in dit traject. Dat is herstelnetwerk en herstelslachtoffer. Vaak zie je dat herstelslachtoffer door slachtofferhulp wordt opgepakt. Wij zien niet zozeer dat het een herstelgesprek plaatsvindt, maar meer het moreel besef. En heb ik een casus voor jullie. Nou, we hebben ooit een jongen in begeleiding gehad die zich onterecht bestraft voelde. Dat had ermee te maken dat hij een pinpas had gestolen van een mevrouw en daar een straf voor heeft gekregen. En hij snapte eigenlijk niet zo goed waarom zijn straf zo lang was. Hij zei, ik heb toch helemaal niet gepimpt met die pinpas. En dan is daar zie je dat deze jongere niet snapt dat deze mevrouw slapeloze nachten heeft. Niet meer alleen naar een pinautomaat durft te gaan. Geen vertrouwen meer heeft in de medemens. En dat moreel besef ontbreekt bij heel veel jongens. En die gesprekken worden ook niet gevoerd, want het zijn vaak enge en moeilijke gesprekken. We zien deze jongens ook vaak als slachtoffers. Dat zijn ze in veel gevallen ook. Maar om ervoor te zorgen dat mensen ontwikkelen en veranderen in hun gedrag, moet je ze ook confronteren met hun daden. En dat is een belangrijk element. Dat is zijn niet altijd leuke gesprekken, maar er zijn wel belangrijke gesprekken die gevoerd moeten worden. De aanvulling is dat is iets wat veel voorkomt, ook bij lichtverstandelijk beperkte, het gebrek aan moreel besef. Ja. Een belangrijk element is, de vraag is al eerder voorgekomen, het systeem, dus het informele systeem. Nou, wij werken vanuit een systeemaanpak. Wij vinden het belangrijk dat ouders worden betrokken in een vroeg stadium. Wij zien bij niet-westerse jongeren dat heel veel jongens wel op afspraken komen. Nou, de waag, reclassering, gemeente, maar nooit een ouder meenemen. Nou, als je dat teruglijkt naar zijn studietijd, dan zie je ook dat tijdens ouderavondgesprekken, geen ouders betrokken zijn. En daar willen wij verandering in brengen. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat de reclassering doet. Wie de reclasseringambtenaar is. Wie hun case manager is bij de gemeente. Dat is gewoon een belangrijk element om een jongere terug te plaatsen in een systeem. Want vaak zien we dat deze doelgroep thuis ook meerdere problemen hebben. Zij komen uit multiproblematiek gezinnen. We zien dat ouders vaak schulden hebben. Wellicht een broer of oudere neef of vader die een detentieachtergrond heeft.
En dat is belangrijk om het hele gezin in kaart te brengen. Volgende sheet. Ja, ter aanvulling, we hebben ook een applicatie ontwikkeld. Dat is eigenlijk naar aanleiding van een onderzoek die we samen met de gemeente Delft hebben uitgevoerd. We hebben onderzoek gedaan naar 10 gedetineerden uit de gemeente Delft. 5 met een lichtverstandelijke beperking en 5 zonder een lichtverstandelijke beperking. Het is een vergelijkend onderzoek geweest, ook getoetst in hoeverre onze methodiek aansluit. Ook nog ter aanvulling, volgens mij hebben we dat niet vermeld, is het onze methodiek, vrijwilligers die op zoek gaan in de PI en die de jongeren begeleiden, hebben vaak dezelfde culturele achtergrond als de jongeren zelf. En tevens ook vaak in dezelfde leeftijdsgroep. De applicatie is eigenlijk bedoeld om in zo'n vroeg mogelijk stadium voor de jongeren in kaart te brengen wat de problematiek is. Aangesloten ook op de leefgebieden. Dat zal ik zo nog even laten zien. Hij is vrij eenvoudig te bedienen. Er is veel met icoontjes is er gebruik van gemaakt. Juist zodat het ook begrijpelijk is voor de lichtverstandelijk beperkte. En het creëert een overzicht. Nou, hij is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het de kant van het maatje. Dit is wat het maatje te zien krijgt op het moment dat hij of zij de applicatie opent. Dit is het overzicht van onze leefgebieden. En die zijn gekoppeld aan een aantal taken. Deze worden samen ingevuld met de jongeren. En de reden dat we daarvoor kiezen is juist omdat ook uit onderzoek blijkt dat lichtverstandelijk beperkte het makkelijkste dingen oppakken op het moment dat er dingen voor hen worden voorgedaan. En tevens sluit het dus aan op de leefgebieden. Op het moment dat de jongere inlogt bij de applicatie is dit hetgene wat hij te zien krijgt. Dat zijn de openstaande taken en daar is tevens ook een beloningssysteem aan gekoppeld. Op het moment dat hij alle taken heeft afgerond, dan ontvangt hij een beloning. Dat is uiteraard geen geld, maar dat moet je meer in de richting van bijvoorbeeld een boodschappenpakket. Of iets in de richting wat in ieder geval bijdraagt aan ook zijn integratie. En tevens is er ook iets toegevoegd, hulppagina's. Dus op het moment dat hij niet bekend is hoe hij bijvoorbeeld DigiD moet aanmaken, ook dat is aan de applicatie toegevoegd. Verder aanvulling hierop. Nou, wat belangrijk is, wij zoeken de samenwerking op met case managers van de PI. Hè? Want het is natuurlijk niet fijn voor zo'n jongeren om dubbele vragen te krijgen. Het is vaak een herhaling. Die jongens kennen al heel veel hulpverleners. Dus we zoeken de connectie heel vroeg op. Case managers uit PI, gemeenteambtenaren, reclasseringsmedewerkers, de WAAG. Nou, we zien ook heel veel jongens op forensisch psychiatrische afdelingen terechtkomen. Dus de samenwerking is hierin heel erg belangrijk en cruciaal. Ik denk dat het verstandig is om naar de vragen te gaan. Lijkt me goed. Wat ik ook nog wil aanvullen is dat de reden dat we zo vroeg in zo'n vroeg stadium beginnen in de PI is juist om die vertrouwensband op te bouwen. Omdat het blijkt dat het zo lastig is bij vooral lichtverstandelijk beperkt om die vertrouwensband op te bouwen. Omdat daar vaak in hun leven gewoon veel misbruik van is gemaakt. Ja. Nog een paar naar boven. Ik zag een paar mooie vragen. Ken je hem al bijvoorbeeld? Mm-hmm. Dat is goed. Ja, zo is goed. Klein beetje naar beneden, sorry. Nee, nog meer. Dat is allemaal van de vorige. Nou ja, misschien gemist, maar hoe heet jullie organisatie? De organisatie heet Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. We zitten gevestigd in Den Haag. En de methodiek die we hanteren is de Forsa-methodiek. Ook een vraag die ik staan van Kemo. Wordt hulp door jullie eerder geaccepteerd omdat zij denken dat jullie hem beter begrijpen? Zoals ik aangaf, omdat ze juist in dezelfde leeftijdsgroep zich bevinden en met dezelfde culturele achtergrond, zie je wel dat er een voorsprong kan zijn. En ook omdat het op vrijwillige basis is. We worden niet gezien als een verlengstuk van justitie en dat is ook een voordeel. Prima inderdaad. Ja. Andere vragen? Ik zie dat onderling al heel veel informatie wordt gedeeld. Goed om te zien. Goed bezig mannen, dankjewel Alex. Vanuit welke regio's werken jullie is ook een goede vraag, hebben we ook niet vermeld. Het is vanuit de regio gemeente Den Haag zijn we begonnen, uitgerold in de gemeente Delft en sinds een half jaar ook in de gemeente Rotterdam. Schuilt er geen risico in het feit dat jullie werken met vrijwilligers? Een hele goede vraag. Nou, we selecteren natuurlijk wel goed, de vrijwilligers goed. Ze moeten sterk in hun schoenen staan. Daarnaast hebben we echt een goede inwerkperiode dat we professionals meenemen. Er is ook kans op scholing natuurlijk.
Dus ja, er wordt wel echt aandacht besteed aan hun veiligheid en het risico en alle ja, valkuilen of dergelijke wat erbij kan komen kijken. En ze doen het met liefde, dus tot op heden geen probleem meer gaan. Hoe wordt de app gewaardeerd door de LVB-gebruikers? Ziet er op het eerste gezicht moeilijk uit. Nou, in principe, dan mag jij vertellen met Delft. Nou ja, eigenlijk, het is natuurlijk getoetst. We hebben dat gedaan eigenlijk in samenwerking met de jongeren, is dat destijds is die samengesteld. En eigenlijk valt het reuze mee. Misschien dat hij er complex uitziet voor degene die de vraag stelt, maar in de ervaring valt het reuze mee, gelukkig. Ja. Ja, ze kunnen heel veel natuurlijk. Het is niet dat ze wat dingen niet begrijpen. Hè? Heel veel jongeren hebben gewoon een app op hun telefoon. Snapchat, Facebook, nou, dat is allemaal goed te gebruiken. Nou, dit is ook makkelijk te gebruiken. Het is iets confronterender. Als je ziet dat je 20.000 euro schuld hebt. Maar hoe mooi is het om te zien als je elke maand je app opent, dat het minder is. Dat werkt gewoon motiverend. Heb je nu een algemene mail om contact op te nemen? Als het goed is, einde van de presentaties komt Annelies terug in beeld. En die laat per organisatie de mailgegevens achter. Werken jullie ook buiten eigen gemeente? We krijgen heel vaak aanvragen vanuit de omliggende gemeenten, onlangs nog gemeente Leiden. Wij nemen altijd een intake af. We vinden het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Als wij zien dat wij van toegevoegde waarde zijn en er geen andere organisaties zijn in de gemeente die het zelf kunnen oppakken, doen wij dat in principe altijd. Nou, onze tijd zit erop. Dan wensen jullie veel plezier met de volgende gasten. En een fijne dag. Fijne dag. Succes. Ja, welkom. Nou, fijn dat jullie er nog zijn hè, op zo'n zondag vrijdagmiddag. Mijn naam is Vincent Holman. Ik werk bij de directie Veiligheid van de gemeente Den Haag. En hier houden we bezig met de persoonsgerichte aanpak. Mijn naam is Julia Braun. Ik ben coördinator Forensische Zorg en accountmanager Lifewise bij Medin. En dat is een gehandicaptenzorgorganisatie in Zuid-Holland. En wij gaan wat vertellen over de pilot die wij zijn gestart samen met de DEI. En die is niet bij ons groepje, want we konden maar met z'n tweeën. Maar die doen zeker ook mee in de pilot. En dan hebben wij het specifiek over de PI Haaglanden en PPC Scheveningen die ook meedoen. Ja. Maar niet erbij zijn. Nee, en het doel is natuurlijk ook om die doelgroep, hè, die LVB'ers of mensen waarvan we een vermoeden hebben dat ze lichtverstandelijk beperkt zijn, dat die tijdig eigenlijk hulp krijgen die ze nodig hebben en daarmee ook het recidive proberen te verminderen. Dat is het doel. Ja, ik zal even de achtergrond vertellen over de pilot, hoe het zijn gestart. Wij werken ook al in de forensische zorg middenin en wij krijgen soms vragen vanuit de PI, vanuit de case managers. Kunnen jullie ondersteunen bij deze casus? Wij verdenken LVB, alleen er is geen indicatie erna. Deze cliënt heeft geen justitieel kader meer. Dus als hij daar vrijkomt, zijn we hem kwijt. Doe maar graag, alleen mogen we niet, want er is geen kader. Daarom heb ik gemeente Den Haag benaderd om te bevragen, oké, we weten dat deze cliënten hulp nodig hebben om naar een indicatie te komen. Staan jullie ervoor open om dit te testen, om te kijken of wij deze cliënten goed kunnen helpen? En daarom zijn we dit jaar de pilot gestart. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Hè. We hebben al heel veel ervaring met Midin in onze persoonsgerichte aanpak. Die ervaringen zijn positief. En zij kunnen ook binnen in detentie al een goed bandje maken met die gasten. En ze helpen ook direct aansluitend na detentie. Ja. Mogen we de volgende? Jij kan de sheets doen. Oh, ja. Collega ook. Wacht in de volgende. Ja. Nog één verder, Vincent. Ja. Yes. Dank je. De collega's hiervoor hebben al veel verteld over waarom een gedetineerde of een persoon met een lichtverstandelijke beperking meer kans heeft op recidive. Dat is ook heel het idee waarom wij daarbij willen ondersteunen. En dat wij daar zicht op hebben, dat we denken dat het helpt, komt ook vanuit de maatschappelijke business case. De integrale aanpak voor mensen met een lichtverstandelijke beperking in detentie. Dit is onderzocht door de VGN en VRG. Medin heeft hier ook aan meegewerkt en meerdere gemeentes. En hieruit kwam naar voren dat als je 1 euro investeert in de gedetineerde met een LVB in detentie, dat 3 euro oplevert voor de maatschappij. Hier hebben Vincent en ik het ook veel over gehad. Het levert niet 3 euro op voor de gemeente.
Dat zou heel erg mooi zijn, maar het levert 3 euro op voor de gehele maatschappij. Dat betekent deels voor de gemeente, deels voor justitie, dat iemand niet meer vastkomt bij recidieven. Voor de politie, voor woningoverlast, verzekering, voor schade, werkgevers voor zijn verzuim als iemand weer in detentie komt. Dus het is theoretisch heel groot. Dus als er maar een klein deel geïnvesteerd wordt in die gedetineerde, om hem goed toe te leiden naar een indicatie, kan dat veel helpen. En vooral de maatschappelijke kosten en heel veel winst valt er te behalen als je op tijd hulp biedt en op tijd op die jongens en eventueel dames op inzet. Ja, ja. Dat is dus ook het doel van die pilot, dat wij mijn collega's, begeleiders al in detentie de gedetineerden gaan begeleiden naar een passende indicatie. Dus een deel hiervan, vertel net Manasse, dat we dat ook al doen vanuit de gemeente. En eigenlijk middenin ondersteunt daar dan bij in detentie, omdat wij specialist zijn op die LVB-doelgroep. Dat is eigenlijk de kern, volgens mij. Zeker. Volgens mij kunnen we naar de volgende sheet. Ja. Even kijken, ja, we hebben de doelgroep natuurlijk ook goed bekeken, van op wie moeten we ons nou richten. Nou, dat is inderdaad, dat heb je al verteld, maar dat is in ieder geval mensen die... waarvan het vermoeden is dat ze lichtverstandig beperkt zijn. Dat kan door de case manager worden gesignaleerd of door anderen. Door een collega van bureau nazorg die ook gedetineerden bezoekt. Het kan ook zijn dat al meer informatie over iemand is vanuit de jeugdreclassering. Dus ook LVB'ers natuurlijk, die hebben ook recht op deze pilot. Daarnaast moet er een einddatum van de detentie bekend zijn. En moet hij ook niet morgen al meteen uit detentie zijn, dan is het te kort dag om alles nog te fixen. En er moet geen reclasseringstoezicht zijn of geen gedwongen zorgmaatregelen. Zeg maar, als iemand TBS nog krijgt na detentie, dan is dat niet handig om middenin daarnaast ook meteen in te zetten. En iemand moet natuurlijk voor de gemeente Den Haag het laatste ingeschreven zijn. Het spreekt voor zich dat natuurlijk ook andere gemeenten zich mogen melden bij middenin. Als zij dit een fantastische pilot vinden, ik vind het in ieder geval hartstikke goed. En dat zijn een beetje de beperkingen die we zetten in de doel. Ja, nou dat was ook meteen wat ik wilde aangeven, dat we dus wel beperkingen in die pilot eigenlijk hebben. Wij krijgen aanvragen vanuit de PI, we hebben een gedetineerde, we verdenken echt LVB, we zien dat al in de jeugdbescherming is het gediagnosticeerd. Maar we hebben nog te kort om ergens naartoe te leiden. Kunnen jullie ondersteunen? En dan word ik gebeld en denk ik, ja, dit kunnen wij. Ja, gedetineerde komt wel uit Leiden of komt wel uit Rotterdam. Dus proberen we altijd een beetje te begrijpen, maar mogen we dat niet op een indicatie doen. Dus dit is natuurlijk ook voor de gemeentes om te motiveren om deze LVB-doelgroep nog beter te ondersteunen. Dus dat is wel echt een beperking dat we alleen de gemeente Den Haag gewillig hebben gevonden voor de pilot op dit moment. En dat vraagt ook altijd wat afstemming hè, met de JMO voor de WMO-indicaties, met andere organisaties, bureau nazorg. Dus we hebben in ieder geval die informatie denk ik goed geregeld en ook gekeken van oké, voor welke groep zou dit nou interessant kunnen zijn en wie hebben we dan nodig om de pilot tot een succes te maken. Ja. Misschien kun je nog iets zeggen over wat voor indicaties er zijn. Zeg maar, ja, dus wij gaan in gesprek met de cliënt om te kijken wat is er mogelijk voor deze cliënt. Dan kunnen we toeleiden naar WMO met maatschappelijke ondersteuning. Dan kunnen we daarin ambulant, in Den Haag kunnen we ambulant begeleiden. En daarnaast kunnen we ook naar de BLZ begeleiden, dus dat langdurige zorg. Kan je zelfs bij middenin komen wonen in een meer beschermde woonomgeving waar we je kunnen ondersteunen. Dat is ook de reden dat we hebben gezegd, iemand moet een datum hebben 3 maanden in de toekomst. Want we hebben best wel lang de tijd nodig om die indicatie te krijgen. Een plekje te creëren misschien ook. En ook een plekje te creëren, ja. Dat is het mooiste natuurlijk. Dat zou het mooiste zijn, ja, zeker. Ons eerste succes, daar wilde ik graag wat over vertellen. Wij zijn begin dit jaar gestart. Dat betekent ook dat we na 3 maanden te maken kregen met COVID. En dat wij niet meer in detentie mochten komen. Dan is het moeilijker om te ondersteunen. Vooral bij de LVB-cliënt is het belangrijk dat je er bent. Dat ze je gezichtsuitdrukkingen en alles zien over de telefoon. Wordt het dan toch wel iets moeilijker. Gelukkig is de eerste cliënt wel succesvol begeleid naar een WMO-indicatie. Dit was een jonge jongen. IQ was 77. Erg streetwise. Had ernstige
agressieve geweldsdelicten gedaan. Hij had laag probleemreserve, laag motivatie. En hij had heel veel moeite met zijn afspraken na te komen. Dit komt allemaal naar voren vanuit de case manager. Op deze manier krijgen we iemand aangemeld. Met daarbij de zorg. Deze cliënt of deze gedetineerde komt binnenkort vrij. Hij is een hoger beroep gegaan tegen zijn straf. Hij had eigenlijk 32 maanden boven het hoofd hangen. Maar een hoger beroep, dus had een pro forma zitting en kwam vrij. Dus afwachtend van zijn beroep kwam hij vrij. Dat betekent dat er ook geen toezicht is. Er was dus niks. Zodra hij de stap met zijn vuilniszak buiten de deur zou zetten, was er niks. Een andere organisatie heeft deze cliënt afgewezen voor het nazorg, omdat er dus geen probleembesef was, geen motivatie. Kwam ook niet opdagen als de andere organisatie kwam om in gesprek te gaan met deze gedetineerde. Wij zijn benaderd. Ons is dat wel gelukt om met hem in gesprek te gaan. Mede door onze bejegening en onze, ja, dat we specialist zijn op de LVB+. Wij gebruiken hiervoor LifeWise, een methodisch kader voor het begeleiden van deze LVB-cliënten. Hebben veel volgehouden, lang volgehouden. Veel gesprek gehad met de cliënten, had al veel faalervaringen in zijn leven meegemaakt. En toen dus succesvol begeleid naar WMO. In begeleiding gekregen door Medin, door mijn collega. Uiteindelijk ingeschreven in de gemeente. DigiD meegeholpen, een zorgverzekering, zorgtoeslag, uitkering, in gesprek gaan met de jobcoach. En zo daarin stappen gemaakt om hem... Hele mooie succes, als ik het zo hoor. Dus hij is pas kort vrij, dus we kunnen nog niet te veel over zeggen. Ja. Alleen sowieso een beter succes dan als er niks was gebeurd en hij met zijn zak op straat had gestaan. Dus wat dat betreft zijn we daar heel blij mee, dat we dus de eerste cliënt al zo hebben kunnen ondersteunen bij het uitgaan. En dus ook al in detentie begonnen en nu nog steeds in begeleiding daarmee. Misschien kan je nog iets vertellen, want ik kan me best voorstellen, zeg maar, als je lichtverstandelijke beperking hebt, moet je ineens met Midden in gesprek. Hè? Hoe werk je dan samen met een case manager van DEI om dat gesprek aan te gaan? Dat is natuurlijk ook best lastig. Hè? Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Hoe pakken jullie dat aan bij Midden? Ja. Help je dan? Nou, voor de case manager is dat best wel een ingewikkeld gesprek. Met deze cliënt had in zijn jeugd al te maken gehad met jeugdbescherming. Dan zou je denken, dus die kent al hulpverleners en die heeft daar misschien al vertrouwen in. Dat is meestal juist niet bij de LVB-cliënt. Er zijn al veel faalervaringen gehad. Hij is ook niet voor niks in detentie gekomen. Dus bij deze jongen, de heer K, hebben we van tevoren al gesprek gehad met de case manager over de gedetineerde, wat voor soort jongeman dit is. De case manager en de begeleider hebben toen gesprekken gehad. En daarna zijn wij geïntroduceerd bij de cliënt om dus te vertellen waarin kunnen we eigenlijk ondersteunen. En wat ik net al zei, lange adem volhouden, dat heel rustig kunnen vertellen tegen de cliënt, heeft dat geholpen. Nu bij een andere cliënt die we nu, ik zeg trouwens cliënt, maar we hebben het eigenlijk over gedetineerden, het is nog geen cliënt van ons. Nu bij de gedetineerden hebben we het ook op die manier gedaan. Dus zijn we al van tevoren geïntroduceerd, voordat we in gesprek gingen. De jongen had geen motivatie eigenlijk, hij wil niet op een groep wonen. Inderdaad, ik ben niet dom en waar moet je mee, ik kan het allemaal wel zelf. Toch uitgelegd waarbij wij wel kunnen ondersteunen. Wij kunnen helpen met een uitkering aanvragen. Wij kunnen helpen met een huis zoeken. Wij kunnen daarbij ondersteunen. Je hoeft niet bij ons op een groep te kunnen wonen. Wij komen bij jou thuis. Dat is wel gemotiveerd dat wij wel mogen ondersteunen. En nu dus kunnen komen. Maar dat gesprek voor de case manager kan best wel ingewikkeld zijn. Ja, daar hebben we je ook bij geholpen. Hè? Je hebt echt een beetje... eigenlijk aangeven van hoe moet je dat gesprek dan aan, wat kan je dan het beste zeggen en wat kan je het beste vragen. Klopt. En zo wilde die jongen toch met jullie in gesprek. Ja. Dus dat is mooi, want dat lijkt me ook nog een puzzel. Misschien kan je ook iets vertellen over de puzzels waar je tegenaan loopt. Hè? Want zeg maar in de gemeente, om een WMO-indicatie aan te vragen, moet je met je DigiD en hoe doe je dat dan in detentie? Ja, dat soort dingen. Ontzettend ingewikkeld voor normale mensen al mee te komen in de maatschappij. Voor de LVB is dat nog moeilijker. DigiD-aanvraag is dan een mooi voorbeeld van. Je moet een app hebben op je telefoon, dan moet je code invullen. Nou, dan moet het digitaal iets aanvragen. En dat allemaal in detentie. En dat lukt allemaal niet in detentie. En dat lukt ook niet direct voor een LVB-gedetineerde.
Daar ondersteunen wij bij. Daar zijn we ook wel tegen problemen aangelopen dat wij bijvoorbeeld geen internet mogen meenemen in detentie. Wat heel logisch is, want gedetineerde mag daar niet opkomen. Maar dan wordt dat ook allemaal iets ingewikkelder om aan te vragen. Dus zo ondersteunen wij daar ook in. De bijensbabbel, waar de collega helemaal het begin over had. Het gesprek, zeg maar, om te kijken wat voor zorgen nodig is. Ondersteunen wij ook bij. Om dan de cliënt, het voor de cliënt meer begrijpelijk te maken. Waar we eigenlijk voor komen en wat we precies doen. Daar zit de grootste ondersteuning in. De maatschappij begrijpelijk maken. En de moeilijke zaken, de digitalisering waar we nu mee te maken hebben. Iets makkelijker maken. Iets makkelijker maken, ja. Eigenlijk voor de cliënt. Dus dat laatste cliënt zijn we daar nu ook mee bezig. Dus ik gaf net aan bij mijn collega, zijn we nu de gesprekken aan het doen met de gemeente om dus ook na detentie verder te mogen begeleiden. Ja. En wat we misschien nog wel, zeg maar die bijensbabbel vind ik een hele goede naam. Hè? We zoeken eigenlijk ook nog wel een goede naam voor de pilot. Ja. Dus mocht je nou in de chat het idee hebben van ik heb een geweldige naam voor de pilot. Degene die beste naam, die geven een dopper van de gemeente naam. Oh, ja. Dus die gooi ik er ook even in. Even kijken, wat zijn er nog meer interessant om te melden? Ja, er kunnen ook vragen gesteld worden in de chat. Ik zag in ieder geval één vraag al over, is er een aparte financiering voor die pilot? Nou, vanuit directie veiligheid hebben we hier financiering voor beschikbaar gesteld in het kader van de pilot. We gaan natuurlijk ook kijken, hè, hoe zijn de resultaten en wat is het effect op langere termijn. Maar dat bekostigen dus met geld van de openbare orde en veiligheid, het programma veiligheid van de gemeente Den Haag. Ja, dus daarin is het ook een pilot eigenlijk. Ik zie ook staan, hoe zit het met de AVG? De meeste LVB's gedetineerden weigeren om informatie te delen. Onze ervaring daarmee binnen de rest van mijn werk, binnen de forensische zorg, merk ik dit ook. Bij deze gedetineerde in deze pilot is heel duidelijk overlegd, je hebt geen kader. Als je daar vrijkomt, dan word je niet meer ondersteund. Het is volledig vrijwillig dat je hier aan meedoet. En dat is wel de reden dat we nu, tot nu toe alle informatie hebben gekregen die we hebben aangevraagd. Dat is wel anders als er een justitieel kader is. Dan weigeren cliënten nog wel eens, omdat ze dat toch graag bij zichzelf houden, die informatie. Ja. Dus het is vrijwillig hulp die jullie bieden en die jullie aanbieden ook. Ja. Dat is ook goed om te weten. Michiel vraagt dat Lifewise en Humanitas Homerun passende hulp bieden voor de LVB'ers. Begrijp ik het goed dat deze pilot inhoudt dat de gemeente Den Haag financiering biedt om overbruggingszorg naar de WMO te bekostigen? Dat klopt eigenlijk. Dit is echt specifiek om de overbrugging tussen detentie en start van zorg te financieren. Ik zeg start van zorg, maar wij leiden toe naar een indicatie. Dus het zou zo kunnen zijn dat er geen indicatie wordt gegeven. Dat is nu nog niet gebeurd, maar dat zou natuurlijk wel zo kunnen zijn. Alleen het is helemaal de bedoeling dat we dus die periode overbruggen. Zeker. Dus dat heeft Michiel... En vaak is dat, zeg maar, die vertrouwensrelatie die hebben opgebouwd, is ook wel dat de cliënt eigenlijk na die, of die gedetineerde, na zijn detentie ook kiest om van jullie hulp te krijgen, toch? Ja. Dus dat is, En het kan ook, zeg maar, zijn dat iemand een WOZ-indicatie krijgt. Ja. Dus dan is het, zeg maar, niet een overbrugging naar de WMO, maar naar de WOZ. Ja. Ik wilde als laatste sheet, volgens mij zitten nog de tips in die wij graag wilden meegeven aan jullie. De tips om zo'n pilot te starten. Vincent gaf net aan dat wij als MEDIN staan open om andere gemeentes hier ook bij te ondersteunen. Wij werken niet in heel Nederland, dus daarom de tips voor heel Nederland. Wat vanuit mij echt een tip is dat je een kartrekker nodig hebt vanuit de organisaties. Wij zijn de kartrekkers die hier staan. Anders krijg je het niet gedaan. Ik heb hard moeten strijden en veel moeten praten. Voor Vincent hetzelfde. Ja. Dus dat is echt belangrijk om dat te motiveren binnen een gehandicaptenzorgorganisatie, maar ook binnen de gemeentes. En zoek je stakeholders ook. Hè? Zoek je partners, dus van de WMO, van het bureau nazorg, van takloze loket. Betrek die bij je project. We hebben ook DEI natuurlijk, zeg maar, een vooronderzoek laten doen. Van zijn er überhaupt wel genoeg jongeren of mensen die aan dit profiel voldoen? En natuurlijk ook binnen DEI vaste contactpersonen. Dat schakelt gewoon veel beter.
En daarnaast maken we gebruik van informatieverzoeken of het wegen via het veiligheidshuis. Hè, om te kijken van nou, wat zit er al voor zorg of hulp in. Hè, want als er de wereld van zorg al beschikbaar is, omdat iemand daar naar terug kan keren, ja, dan is middenin ook niet nodig. Maar dat zijn we wel op een andere manier betrokken meestal. Ja. En daarin is die taakverdeling dan ook belangrijk om in de gaten te houden dat wij niet hetzelfde gaan zitten doen. Net werd dat ook al verteld bij de vorige presentatie. En we willen niet continu dezelfde vragen stellen. Dus dat heeft ook met ons te maken dat wij dan goed moeten samenwerken met de andere case managers of van bureau nazorg of in de PI. Dat de cliënt niet wil dat het zelf hoeft te vertellen tegen ons allemaal. En daarnaast wordt dan ook daarbij van ons verwacht dat we daarin heel flexibel zijn. Dus dat wij veel contact zoeken met de case managers. En dat de gemeente bijvoorbeeld flexibel was in dat we wel de cliënt mochten begeleiden, ondanks dat er nog een hoger beroep hing. Dus misschien werd die cliënt nou heel succesvol begeleid naar WMO, is er binnenkort de rechtszaak en wordt hij toch binnengetrokken. Dat zou zo kunnen zijn. Maar dan hebben we in ieder geval de periode ertussen hebben we goede passende zorg verleend. En dat is belangrijk om recidief daarin te voorkomen. En je had zelfs, heb je voor elkaar gekregen dat we WMO-gesprekken, hè, keukentafelgesprekken in detentie doen met de livestreams of met Microsoft Teams. Ja, dus, dat was heel mooi. Ik zit ook even te zoeken naar de vragen en natuurlijk naar de goede titel voor de pilot. Wat vind jij van Beta de Bak Uit? Ja, ik ben niet Haags, dus ik kan het niet mooi uitspreken. Maar, beta de Bak Uit. Van Bak naar Beta. Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Dit moeten we nu kiezen? We kunnen ook spanning erin laten. Ja, laten we nog even spanning houden. Dan kan ik er even over nadenken. Ja. Oké. Nou ja, dan wil ik jullie bedanken voor de aandacht en aan Annelies eigenlijk het woord weer geven. Dankjewel. Thanks. Nou, dit waren alle inspirators van vanmiddag. We beloven jullie nog een sheet te tonen. Met de contactgegevens, namen en mailadressen van alle sprekers van vandaag. Nou, misschien kun je er even een fotootje van maken, maar zoals gezegd, jullie krijgen de link naar deze opname, dus dan kun je het ook nog even rustig terugkijken. Nou, ik hoop dat vandaag jullie gebracht heeft wat jullie ook hoopten. Dat jullie geïnspireerd zijn. Zoek gerust contact met de andere, met de sprekers. Daar staan ze open voor. Dat hebben ze ook aangegeven. De prijsvraag is natuurlijk spannend. Wat uiteindelijk de nieuwe titel wordt. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. En een hele fijne dag verder mensen.